Ik ben 12 jaar en ik zit in groep 8 van OBS de Houthoeven. Ik ga het boek Fantasia 7 voorlezen, omdat ik het een leuk boek vind. De hoofdpersonen zijn Tali Marcini, Geronimo Stilton. Het zijn allebei muizen. Het verhaal gaat erover dat Geronimo maar niks weet te verzinnen. Opeens valt hij in slaap en dan maakt hij een mooie reis door Fantasia. De zomers in Rockfort zijn warm. Warm, om niet te zeggen bloedheet, zijn de zomers in Rockfort. De hoofdstad van Muizeneiland. Op een avond liep ik terug naar huis, na een lange werkdag. En, oh sorry, ik heb me nog niet eens voorgesteld. Mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton. Ik geef de wakkere muis uit, de meest gelezen krant van Muizeneiland. Die avond, het was ongeveer 7:30, als ik het me nog goed herinner, liep ik dus op mijn gemak naar huis. De warmte van de zon, die de hele dag had geschenen, was nog voelbaar. En een zwoel zeebriesje verdween een heerlijke ziltegeur. Voor ik naar mijn huis, aan de Carmetlaan nummer 8 liep, besloot ik mezelf op een ijs te trakteren. Ik ging naar Tali Marcini, mijn favoriete ijssalon, en wierp een blik in de vitrine. Wow, wat veel smaken! In de lange vitrine waren 36 bakken ijs met even zoveel verschillende smaken uitgestald. De eigenaar, Tali Marcini, ook wel Tutti Frutti genoemd,